Bij shownieuws lijken de sterren meer bezig met het opbouwen van hun netwerk dan met het brengen van echt nieuws. De rode loper is immers alleen voor degenen die hun best doen om BN'ers te vriend te houden. En ja, daar hoort het vergeven en vergeten van hun misstappen blijkbaar bij. De laatste die hierin uitblinkt? Niemand minder dan de immer glimlachende Dianta Brooks, die het voor elkaar krijgt om knuffels uit te delen aan de meest omstreden figuren van de showbiz. Laten we beginnen met Marco Borsato. Terwijl de beschuldigingen tegen hem vanwege ontucht met een minderjarig meisje nog vers in het geheugen liggen, lijkt Dianta daar geen probleem mee te hebben. In plaats van afstand te bewaren, zoals je zou verwachten van iemand die zichzelf journalist noemt, besloot ze Marco een dikke knuffel te geven toen ze hem tegenkwam op de markt in de Amsterdamse pijp. In T-Friday Move met Wilfred Gené biecht ze het op zonder enige schaamte: Ik ben Marco Borsato op straat tegengekomen en toen ben ik ook naar hem toegelopen om hem een knuffel te geven, omdat ik het echt wel heel heftig vind als een heel land gewoon zegt: Je bent af. Serieus, Dianta, een man knuffelen die nog niet is, is vrijgesproken van zulke zware beschuldigingen. Zelfs Wilfred Gené, die niet bepaald bekend staat om zijn fijngevoeligheid, was verbaasd. Kende je Marco daarvoor dan al? vraagt hij, waarop Dianta nonchalant antwoordt dat ze hem wel eens had ontmoet tijdens haar werk voor shownieuws. Oh, dus een oppervlakkige kennismaking is blijkbaar genoeg om grenzen te laten vervagen en integriteit uit het raam te gooien. Maar het stopt niet bij Marco. Nee, Glennis Grace, die midden in haar eigen schandaal zit na haar gewelddadige uitbarsting in een supermarkt, wordt door Dianta ook als geweldig mens weggezet. Natuurlijk. Waarom ook niet? Ook al was Glennis nota bene de aanstichter van haar eigen ellende. Maar ja, volgens Dianta verdient ze alle steun. Ze benadrukt in het interview hoe vaak ze haar berichtjes heeft gestuurd en hoe zwaar ze het vond wat er over haar heen kwam. Serieus? De vrouw zorgde zelf voor haar eigen puinhoop, maar bij Dianta is het blijkbaar knuffels uitdelen aan elke BNR die zichzelf in de problemen werkt. Het lijkt er sterk op dat Dianta haar rol als verslaggever totaal heeft omarmd als de grote vriendin van iedereen die een slechte reputatie heeft. Feiten doen er blijkbaar niet meer toe bij shownieuws, zolang je maar aan de juiste kant van de BN'er staat. Of het nu gaat om Marco, Glennis of wie dan ook, Dianta staat klaar met open armen. Journalistieke distantie? Geen sprake van. Dit gaat over wie de meeste knuffels kan uitdelen en tegelijkertijd hun reputatie kan redden. De vraag blijft: is dit de nieuwe standaard bij Shownieuws? In plaats van kritisch verslag doen, veranderen ze het programma in een knuffelshow voor gevallensterren. Wat is er gebeurd met onafhankelijkheid en integriteit? De kijkers krijgen in ieder geval steeds minder nieuws en steeds meer genante momenten voorgeschoteld.